Yo, kijkers van Online Kind, van hartelijk welkom bij een gloednieuwe informatievideo. Goed jongen, er is een hele hoop dingen te doen in maart. Het is namelijk super maart bij ons op dit kanaal. Waarom? Zal ik je natuurlijk vertellen. Allereerst Conferenceek, ons jubileum, 6 jaar bestaan we, en het Nederlands elftal. 3 dingen. Hele mooie dingen. Ik zal het je even laten zien. En onze opname simmen. Ik wil namelijk iets gaan veranderen, maar dat kan niet. Waarom? Ik wil Forza Horizon 5 eigenlijk het liefst op de dinsdag, woensdag en donderdag houden. Want ik wil City Skylines een beetje naar voren zetten. Dus het kan op zich wel. De Mafia 3. Daar, ja, weet je, laat maar zitten. Want binnenkort is Mafia 3 ten einde. Komt er sowieso een nieuwe serie aan. Ja, een nieuwe serie, we hebben hem al een keer gespeeld. Maar toch, er komt er eentje aan. Dus maandag tot en met vrijdag komt Mike Pass 5. City Skylines op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Mafia 3 op maandag 18:30, dinsdag 5:30. En op de vrijdag 6:30. Dat blijft zo dus ook even staan. Dan Forza Horizon 5 dus natuurlijk 6:30, woensdag 6:30 en donderdag 6:30. Dan hebben we uiteraard ook nog de voetbalvoorspelling seizoen 21-22. Dat blijft ook gewoon wekelijk staan. Dus dat komt helemaal goed. Voor nu 26 maart. Een nieuwe info-video is precies over 1 maand. Dus we hebben de maand maart super. Ja, heel veel dingen te doen. Nu denk ik van, nou, ik zie natuurlijk niks. Nee, natuurlijk zie je het niks. Maar als ik hier op klik, bam, in één keer hebben we dit voor ons. Goed, ik had het even aan meer en naar moeten puzzelen. Vooral met de conference, daar had ik echt even op moeten puzzelen. Maar het is uiteindelijk toch gelukt om te krijgen hoe ik het beste dat kan gaan doen. Feyenoord, Vitesse, AZ, PSV, alle 4 in de laatste 16, maar het is zo ontzettend jammer dat de tegenstander van Feyenoord niet in FIFA zit. Dat is echt gewoon kloten. Het is heel zuur, heel jammer, want ik had zo graag ook met Feyenoord erbij willen zitten. Maar daar kunnen we helaas niks aan doen. We hebben in ieder geval maar 3 Nederlandse clubs, nou, dat is tenminste iets. Spelen op 10 maart spelen ze allemaal tegelijk om 9:00 s'avonds. Dus er is heel wat te doen dan op ESPN sowieso, want ik heb dat, ik kijk alle wedstrijden. Ik had afgelopen donderdag ook naar PSV en naar Vitesse gekeken. Dus dat was heel mooi. Maar we gaan natuurlijk nu hier over hebben, over de Conference League laatste 16. PSV Kopenhagen, om 6:30 komt hij online op 1 maart. Dat is gewoon door de weeks. Waarom heb ik dat gedaan? Anders moet ik de 3 op zaterdag en 3 op zondag. En dat lijkt me net ietsjes te veel werk. Ik bedoel, het is best wel veel werk. Daarom kan ik het een beetje rust, kijk, mijn wedstrijd voor wedstrijd voorspellen. Want anders moet ik ze alle 3 achter elkaar doen. En ik moet dus thuis en uit. Dus ik moet die return ook. Dus dan moet ik, zeg maar, in 1 dag 6 wedstrijden gaan spelen. En dat is een beetje te veel. Dus daarom heb ik het maar even zo gedaan. Dat ik, want aanstaande maandag is, aanstaande dinsdag is dat al bedoel ik. Want dan kan ik tijd nemen om in ieder geval die wedstrijd helemaal klaar te spelen. Uit te spelen, zeg maar. Dus ook de return natuurlijk. En dan ook de volgende met AZ. Dat ik die dus over een dag later kan opnemen. En de wedstrijd van Vitesse nog een dag later. Dat ik dan toch, ja, toch aan die wedstrijd kom. En anders moet ik, ja, gewoon alles in één keer doen. En dat is een beetje te veel. Goed. Conference League laatste 16. PSV speelt tegen Kopenhagen. 6:30 op 1 maart. Bodo Glimt tegen AZ. Ik ken die tegenstander niet. Om 6:30 op 3 maart. Is op een donderdag. Deze wedstrijd is op een dinsdag. Aanstaande dinsdag. Deze wedstrijd is op donderdag. Deze wedstrijd Vitesse tegen Roma. Om 6:30 op 4 maart. Is op een vrijdag. Dus dat betekent de 6:30 opnames die op 6:30 staan, die gaan dan niet door vanwege deze. Dus daar gaan we eens eventjes kijken. Dinsdag, Forza Horizon 4 aanstaande dinsdag gaat niet door. Donderdag, 6:30, Forza Horizon 5 gaat
niet door. Aanstaande vrijdag. Mafia 3 gaat niet door. Dus daarna maar één keer deze week voor zorgen zo'n 5. Ja, het is maar zo. Ik kan er helaas niks aan doen voor even, maar dat is niet zo ramp. Ik bedoel, ja. Dat maakt niet uit. Dus maar één keer deze week voor zorgen zo'n 5. En dat is woensdag 6:30. En de week erna, daarna gewoon weer wel weer verder. Dus in ieder geval dat. Goed, de returns zijn op 6 maart. En dat is op een zondag. Er komt alles gewoon wel op één dag. Dus alles komt dus gewoon op zondag. Kopenhagen, PSV, 1 uur. AZ, Bodo Glimt, 2:30. Ook op zondag. En Roma tegen Vitesse om 4 uur. Dus de returns zijn wel alle drie op één dag. Dus hebben we hier dus op de zondag ook wel wat te zien. Dus eigenlijk een super zondag. Ja, super zondag. Zijn gerust een super maand. Want dan gaan we eens hier eens eventjes kijken. Want dan gaan we naar... Na 11 maart gaan we 11, 12 en 13 maart. Verjaardag, 6 jaar. Jongens, we gaan onze verjaardag natuurlijk vieren. Ik ga niet een weekje doen, dat heb ik vorig jaar. Ja, vorig jaar was natuurlijk anders. Ik bedoel, het jubileumjaar. Daar mag dus wel wat aan gedaan worden. Dan gaan we gewoon het hele weekend. Het hele weekend betekent van vrijdag tot met zondag. 11 maart is op een vrijdag. Dan gaan we Forza Horizon 5 lekker doen om 9 uur. Alles gewoon in première. Dat sowieso hier alles. Wacht. Alles in première. Alles gewoon, hè. Deze gaan wel over een uur duren. Dat moet ik natuurlijk wel zeggen. Daarom hebben we natuurlijk ook deze tijden gedaan. 9 uur 's avonds. Waarom heb ik dat 9 uur 's avonds gedaan? Want ik vind de vrijdag video's op die dag... gewoon doorgaan. Daarom heb ik dat ook gedaan. 12 maart, zaterdag. City Skylines om 2 uur 's middags. Dan. We hebben zaterdag Minecraft Survival om 9 uur. En als afsluiter van ons verjaardag. Zondag 13 maart. Mafia 3. Om 2 uur hieronder. Zien jullie wat? Het is de laatste aflevering van Mafia 3. Daarna moet ik dus een nieuwe serie gaan zoeken. Die nieuwe serie, kijk, ik kan hem natuurlijk wel hierin verwerken. Maar dat ga ik nu nog niet doen. Want dan zit er 2 weken ertussen. Ja, in die 2 weken, denk, dan ga ik dat niet, ja, nu niet bekend. Maar dat ga ik natuurlijk ook niet op 13 maart zeggen. Maar dat zeg ik was in de volgende informatievideo. Dus op 26 maart. En dan zit dus na dit, zit dus 2 weken ertussen. En die 2 weken... waar Mafia 3 dus op staat, de maandag, dinsdag en op de vrijdag, komen geen video's online. Geen. Dan hebben we nog wat. Nog een einde afsluiter. Het Nederlands elftal gaat weer voetballen. Dit is voor... een oefenwedstrijd. Nederland-Denemarken om 6:30. Op 24 maart. Die wedstrijd is officieel op 26 maart. Nederland-Duitsland is op 29 maart, maar wij doen altijd 24 uur, 2 dagen van tevoren 48 uur. 27 maart is op een zondag Nederland tegen, jawel, Duitsland. Die gaan we zeker natuurlijk ook doen. Nederland-Denemarken en natuurlijk Nederland-Duitsland. Dat gaan we in ieder geval doen. Ja, want in 26 maart, dus hier tussen, zit dus die infovideo. Maar nou wordt dit natuurlijk... wel weer verwerkt allemaal. En dat komt goed, dan zitten we daarna weer in april. Dus er is een hele hoop dingen te doen in maart. Daarom ook super maart maken we ervan. Dus dan weet je het. Dit ga ik ook in mijn Instagram zetten. Op mijn 24 uur staat. En daarna staat het ook op mijn hoogtepunt. Dus als je het even niet weet, moet je even op Instagram hoogtepunt intikken en dan kom je dit dus tegen. Misschien moet ik dit in 2 delen doen, dat weet ik niet, maar ik hoop het van niet. Ik heb hem een beetje zo bij elkaar opgepropt. Kijk, deze bijvoorbeeld, die kan ik hier neerzetten. Deze, oh, die is in 1, kan ik, die kan ik ook zo doen. Oh, kijk, deze, die kan er hier eroverheen. Goed. Dus dan weet je dit.
goed in de gaten houden. Kijk, je moet zo kijken, zo. Je moet dan naar links beginnen. En dan vervolgens naar rechts. En dan hebben we hier nog twee stuks. Goed, kijk eens. Dan ga ik hier zo in ieder geval bij laten. Maandag zijn we er natuurlijk weer. Gewoon met deze. Dinsdag die twee. En woensdag deze drie. Donderdag die twee. En aanstaande vrijdag ook die twee. Dus geen Mafia 3 vrijdag. Geen Forza Horizon 5. Alleen de woensdag. Dus is dat allemaal helder en duidelijk. Ik hoop voor wel alles komt dus hier in première. Dus dan weten jullie het in ieder geval. Ik ga het hier zo in ieder geval bij laten, jongens. Wij zien elkaar natuurlijk de volgende keer weer terug. Ik heb behoorlijk veel zin in de conferentie. In onze zesjarige verjaardag. Daar heb ik natuurlijk ook veel zin. En natuurlijk ook natuurlijk het Nederlands elftal weer natuurlijk. Goed, kijkers. Blijf kijken. Bedankt voor het liken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan. Op Facebook staan ook een paar games te koop. Moet je zeker kijken. Link in de beschrijving. Ook Instagram. Link in de beschrijving. Klik daarop. En dan kom je vanzelf er in ieder geval bij. Goed, kijkers. Dan ga ik het hier zo bladen. Bedankt voor kijken. Bedankt voor liken. En tot de volgende keer dan, jongens. Mazzel!